Ja, het komt toch regelmatig voor dat je meerdere compartimenten hebt, maar wat eentje niet toegankelijk is. Dan moet je iets verzinnen, toegang verschaffen. In dit geval onder de fundering doorgraven. Dan weet je wel gelijk het compartiment waar je uitkomt. Het zal niet zo druk zijn, omdat er geen toegang toe was. Dus er zijn sowieso na de aanbouw geen aanpassingen geweest, tenzij de hele vloer eruit is geweest. En dat is onwaarschijnlijk hier, want het is een neo-hobo vloer. Ja. En leidingen zullen er denk ik op de topste kant voor de ventilatiegaten ook niet zitten. Die zitten eigenlijk merendeel hier, hè. Leidingwerk. Violering. Ja, de keuken is ook onder de, of boven dit gedeelte, hè? Volgens mij daarachter, ja. Kijken of we er onder iets van kunnen zien. We zien geen afvoer. En daar een wc-afvoer. Ja, misschien daar achter dat stukje. Oh, ben je er al bijna? Ik denk het wel. Wel doorheen hoor. Was je daar doorheen? Ja man, dat past. Dat is. Onze man wacht. Ik bedoel, de lamp hier. Oh. Hè? Ja, wat die pakt wel even. Oké. Oké, man. Ik heb het hier al. Corps commanders, eat your heart out. Kun je mij het lampje geven? Ja. Alsjeblieft. Zeg hem maar, hè. Wil je een koffie? Ja, koffie. Wil je die rollen op een folie? Voor jou, ja. Borie. Sorry? Het is helemaal leeg in verband met de ventilatie. Oh ja, hier kun je even laten zien. Even kijken. Even kijken. Nou, zoals voorspeld een lege ruimte. Ik heb hem hier nog wel even een beetje uitgooien. Ja. Een klein nisje. Aan uit. Stil op zo. Nou, dat is recht toe recht aan hier. Dat is een mooi gaatje. Is hij lekker rustig aan de andere kant? Ja, er is niks. Er is echt niks. Ja, top. Vier funderingkanten, een plafond en een grond. Niks verder. Lekker vrij ventilatiegaten door de fundering, of door de spouwen boren. Yes. Hey Bassie, ik ga jou even die noppenfolie geven. Ja. Dan kun je lekker veilig terug. Wacht even. Zo. Een beetje uitspaaien hier bij jou. Kijk, dit is een nieuw rolletje.